Burgemeester, na 18 jaar als burgemeester van Zeewolde heeft u besloten om niet voor een vierde termijn in 2025 te gaan. Wat heeft u eindelijk doen besluiten om uw ontslag in te dienen? Ja, ik heb er natuurlijk lang over nagedacht. Dat is niet iets wat je van vandaag op morgen doet. Daar maak je een aantal afwegingen. En mijn afweging is eigenlijk geweest, op dit moment hebben we een gemeente, een gemeenteraad, een college, wat eigenlijk heel lekker loopt. Wat ook halverwege de periode zit. En in januari is er dus halverwege de raadsperiode. En dat betekent dat een opvolger of opvolgster aan de slag kan gaan met een gemeenteraad en met een college wat al ingewerkt is. En wat hem of haar ook kan ondersteunen om zo snel mogelijk Zeewolde eigen te maken. Nou, dat is voor mij een reden om te zeggen van doe dat dan nu en niet nog een keer 6 jaar erbij. Want dat zou betekenen dat ik dan ongeveer bij een verkiezingsdatum uitkom. En dus de kans van een nieuw college, een nieuwe raad en een nieuwe burgemeester. Dan is iedereen nieuw. Dat vind ik niet verstandig. Was het lastig om deze beslissing te nemen? Ja, dat is altijd lastig, want ik vind het dat ik een fantastisch mooie baan heb. Ik geniet daar iedere dag van. Ik zal met pijn in het hart afscheid nemen. Maar het is gewoon een verstandige keus. Ja, ja oké, okay, dat is de ratio. Ja. Maar ja, u zegt een fantastische baan. Wat is er zo fantastisch aan die baan? Ja, die baan is de meest veelzijdige die ik ken in overheidsland. Je hebt heel veel contacten met de bevolking. Je bent bij heel veel evenementen en activiteiten aanwezig. Maar ook in de gevallen dat er de crisissituaties zijn, daar kun je een luisterend oor bieden of een schouder om uit te huilen. Nou, dat is de rol van de burgemeester en dat past mij gewoon. Wat was er nou moeilijk om deze beslissing te nemen? Want persoonlijk lijkt me dat dan best een moeilijke beslissing. Los van wat u zegt, het is een verstandige beslissing. Ja, nou ja, kijk, moeilijk is van hoe lang ben je nog doorgaan? En moet je niet op je hoogtepunt stoppen? Dus in dat soort afweging heb ik wel moeten maken. Ja. Wat waren voor u de meest memorabele hoogte, dieptepunten gedurende uw ambtstermijn als burgemeester van Zeewolde? Nou, laat ik met de dieptepunten beginnen. Dieptepunten zijn natuurlijk de grote branden die we hebben gehad. Die dus echt een enorme impact hebben gehad op een aantal bedrijven of op gezinnen. Een Adefaberzaak, moord in onze gemeente door een inwoner van ons dorp. Dat heeft enorme impact op je, ook als burgemeester. Hoe ga je ermee om, hoe ga je met die families om en dat soort zaken. Hoe hou je de rust in het dorp? Laten we zeggen, de eerste keer dat AZC kwam met toch een gigantische oploop aan mensen en een nationale aandacht daarop, omdat we de eerste waren in Nederland. Nou, dan ga je meteen naar de hoogtepunten. Het feit dat we hier in mijn periode 2 keer een AZC hebben kunnen neerzetten zonder problemen. Het feit dat we dit dorp samen hebben laten groeien naar het dorp wat het nu is, 40 jaar jong, zou ik bijna zeggen. De komst van een jeugdraad, wat een initiatief van mij is geweest. De komst van de jeugdbrandweer. Het binnenhalen van niet alleen het Scouting Landgoed, maar nu volledig Scouting Nederland naar Zeewolde. Ja, dat zijn gewoon een paar hele mooie hoogtepunten. Dat zijn veel dingen ook met betrekking tot de jeugd. Klopt dat? Heeft dat een speciaal plekje bij u? Ja, de jeugd heeft altijd een speciaal plekje. Want ik ben natuurlijk ooit als vrijwilliger begonnen in jeugd- en jongerenwerk. Ik heb het altijd heel belangrijk gevonden. Want met de jeugd maak je de toekomst en ook de toekomst van je gemeentebestuur. Dat is ook de reden waarom ik zelf redelijk jong al gemeenteraadslid ben geworden. En ook al jong wethouder ben geworden. Dus ik vind gewoon heel belangrijk dat we jonge mensen ook het woord geven in Zeewolde. En wat dat betreft ben ik ook blij mee dat voor ons nu bij deze verkiezingen van 2022 gelukt is om een paar twintigers in onze gemeenteraad te krijgen. Zodat je dus alle generaties daar vertegenwoordigd hebt. Heel belangrijk. Hoe denkt u dat Zeewolde is veranderd sinds uw aanstelling als burgemeester? Ik bedoel, 18 jaar bent u nu al burgemeester in Zeewolde. Dat is toch een hele periode. Ja, dat is een hele periode. Kijk, Zeewolde is natuurlijk heel snel gegroeid. Hè? Van 0 inwoners in het dorp naar 10.000 huizen hè, inmiddels in ons dorp. En dat betekent dus dat die eerste jaren er niet volop stabiliteit was. Hè? Dus je had in de periode van 98 tot 2010 hebben we om de 2 jaar een nieuw college nodig gehad.
Dus ik vond het ook mijn taak om ervoor te zorgen dat colleges eerst zouden blijven zitten. Dat ze gewoon hun 4-jaartermijnen vol zouden maken. Waardoor je dus als gemeentebestuur er samen ook voor kunt zorgen dat wat je van plan bent te gaan doen, ook kunt waarmaken. Nou, en dat is denk ik, in ieder geval vanaf 2010 is dat heel goed gelukt. En daar ben ik dus best trots op. En ik hoop dat mijn opvolger dat ook op een goede manier kan dan laten doen. En het dorp Zeewolde zelf, los van dan de college, hè, perikelen. En, nou, hoe kijkt u tegen het dorp zelf aan? Ja, het dorp is een fantastisch dorp. En misschien dat Zeewoldenaren dat niet allemaal beseffen. Maar als je eens rondkijkt in andere gemeenten, in andere steden en dorpen, dan zie je pas hoe mooi wij een hele groene omgeving hebben. Hoe mooi wij onze stranden hebben. Hoe je heel snel met de fiets overal kunt komen. Hoe goed onze voorzieningen op peil zijn. Hoe netjes alles onderhouden is. En er zijn maar weinig gemeenten die dit allemaal op deze manier hebben. Welke adviezen zou uw opvolger geven om Zeewolde succesvol te blijven leiden? Nou, ik denk dat mijn opvolger. Nou, ten eerste, ik zal ter zijnde tijd een overdrachtdossier moeten schrijven voor mijn opvolger of opvolgster. Ik ben een burgervadertype. Die dus veel in de gemeenschap, met de gemeenschap doet. En ik hoop dat mijn opvolger dat ook gaat doen. Dat hij zorgt dat hij, laten we zeggen, het dorp leert kennen. En de mores van het dorp leert kennen. Want ja, wat is nou leuker als burgemeester dat je ook bij wijze van spreken bij alle evenementen kunt zijn. En dan niet netjes in pak, maar gewoon als Zeewoldenaar. Dat je bijvoorbeeld kunt meewandelen een stuk met de ZZ-tocht. Dat je meezingt als er een keer iets is in, het kerstgebeuren hier in het dorp. Scheidsrechter optreedt bij Winterworld. Dat zijn hele leuke dingen. Wanneer u zich bewust bent dat bepaalde activiteiten, zoals het houden van de toespraak tijdens de herdenking op 4 mei, voor de laatste keer plaatsvindt, heeft dat dan een andere impact op u? Nee, want ik heb er namelijk heel bewust voor gekozen om zowel de lintjesregen als de 4 mei op geen enkele wijze te laten doorschemeren dat ik weg zou gaan. Dus laten we zeggen, dit moest als donderslag bij heldere hemel komen en dat is volgens mij ook goed gelukt. Dus dan heb ik mij gehouden aan de plannen die ik zelf had. Maar gaat er dan niet wat door u heen dat u denkt, oké, dit is de laatste keer nu dit? U weet niet hoe lang ik al weet dat het de laatste keer is. Nou, vertel. Al heel wat langer dan alleen de laatste weken, ja. Welk project zou u graag nog willen afronden voordat u het uw ambt neerlegt? Nou, dat gaat niet meer lukken. Dat weet ik nu al. Maar het project Raadzaal had ik graag willen afronden. Alleen als ik gewoon kijk naar de termijnen die daarbij horen, is dat iets wat afgerond zal worden door mijn opvolger. Als u zichzelf wilt herinneren als burgemeester van Zeewolde, wat zou dan de kern van die herinnering moeten zijn? Die herinnering moeten de Zeewoldenaren zelf maken. Want iedereen heeft natuurlijk zijn of haar beeld bij de manier waarop ik dingen heb gedaan. Maar ik hoop dat ik hier een goede burgervader voor de gemeenschap ben geweest. En dat de komende 9 maanden ook mag blijven. En wat is een goede burgervader? Nou, iemand die je kunt aanspreken, die betrokken is. Die staat voor zijn gemeenschap. Niet alleen hier in het dorp, maar ook daarbuiten. Op landelijk of internationaal niveau. En dat geeft een beetje een beeld van hoe ik zaken doe. Blijft u na uw ambtstermijn in Zeewolde wonen? Nou, ik vind eigenlijk dat een burgemeester, als hij zijn termijn erop heeft zitten, dat hij zijn opvolger niet voor de voeten moet lopen. En ik ken mezelf en ik weet dat ik iemand ben die er altijd en overal is. Tenminste, dat wordt van mij gezegd. Dan komt mijn opvolger dus altijd mij tegen en dat is niet goed. Dus ik moet wegwezen. Waar gaat u naartoe? De kans is erg groot dat ik weer in het oosten van Nederland terechtkom. Nu u straks meer vrije tijd gaat krijgen, wat zijn dan uw plannen en interesses voor de toekomst? Nou, meer vrije tijd is nog maar even de vraag. Want al tijden zijn verenigingen en organisaties al op jacht. In de zin van, wanneer heb je eindelijk tijd om voor ons wat te gaan doen? Dus vrije tijd zal niet gauw ingevuld worden. Maar ik ben ook officieel nog steeds in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
En dat betekent dat het ministerie mij ook zou kunnen inzetten op andere plekken. Ad interim? Dat zou kunnen, ja. Zou je dat willen? Dat zou ik wel willen, maar je moet eerst een beetje onthechten, laten we het zo noemen. Dus ik hoop dat ik even een aantal weken of misschien wel iets langer wat vrij kan zijn om te onthechten van Zeewolde. Dus het is niet zo dat u zegt, 15 januari stopt het helemaal, dan ga ik met pensioen en dan kun je mij achter de geraniums zien. Als ik achter de geraniums kom te zitten, dan heb ik niet lang meer, voor mijn gevoel. Want ik ben iemand die heel druk en veel bezig moet zijn. Dus geen geraniums voor mij. Gewoon aan de bak. En misschien wel even tijdelijk ergens anders om wat onder, collega's te ondersteunen of ergens te waarnemen of dat soort zaken. Dus ik blijf actief.